Goeie avond en welkom in deze prachtige kerk, de Laurenskerk, de grote kerk van Rotterdam. De kerk die 50 jaar geleden weder opgebouwd is en in 68 opnieuw officieel in gebruik genomen is. We zijn vanavond ook een beetje in de San Lorenzo in Firenze in Florence, waar in de 16e eeuw deze orgelmuziek klonk van Malvezzi. De Laurenskerk, de San Lorenzo. Petrarca heeft die Mont Ventoux trouwens niet met de fiets beklommen, zoals tegenwoordig de gewoonte is onder jonge dertigers die net vader zijn geworden, of mannen of vrouwen in een midlife-crisis die dan denken, ik ga even bewijzen dat ik nog strak en fit in mijn vel zit. Ik vlieg die Mont Ventoux op. Nee, Petrarca doet dat te voet. Petrarca is geboren in de buurt van Firenze, Florence, maar hij groeit op in Zuid-Frankrijk. Fijner. Maar het is één van de twee. Thank you.
bidden. Mensen mediteren. Mensen maken pelgrimstochten. Mensen trekken zich terug. Mensen vasten. Mensen gaan de natuur in. Mensen beklimmen bergen. Mensen verleggen grenzen. Mensen komen zichzelf tegen. Mensen happen naar adem. Mensen zijn sprakeloos. Mensen huilen en mensen juichen. Goden zwijgen. Goden roepen. Zonder woorden, zonder stem. De stem van God. De stem van mijn oma. De stem van bid voor mij. De stem van nu en altijd. De stem van amen. Thank you.